Kazerne Dossin is een museum ter herdenking van de Holocaust. De huidige tentoonstelling, The Art of War, focust op kunst die de oorlog portretteert. Wij willen met The Art of War eigenlijk een binnen de 100-jarige verjaardag van de Eerste Wereldoorlog, van daaruit vertrekkend een aanklacht brengen tegen oorlog, tegen geweld. En hoe dat een samenleving ontwricht, hoe dat menselijk leed brengt, zowel aan het front voor de strijdende krachten als voor de burgerbevolking, de burgerslachtoffers en alle gevolgen die dan zo'n conflict heeft op een samenleving, op een maatschappij. Dus vanuit die zin om iets te gaan doen rond de Eerste Wereldoorlog zijn wij vertrokken met het werk van Otto Dix. Het werk van Otto Dix, Der Krieg, waarin hij heel fel het geweld, de vernieling, de verminking en het vergaan van menselijke lichamen, van menselijke levens tijdens die Eerste Wereldoorlog aanklaagt. Omdat wij net die link willen leggen, niet vanuit één conflict, maar breder opentrekken, hebben we dan ook Picasso en Goya erbij gehaald om andere plaatsen, andere conflicten daarmee in verband te stellen en zo mensen aan het denken te zetten hier bij Kazerne Dossin. We hebben er bewust niet voor gekozen om per kunstenaar of chronologisch te gaan werken, maar echt per thema. En je begint eigenlijk op het strijdveld. Je komt terecht midden in de strijd met alles wat daarbij komt kijken, met dood, vernieling en dergelijke meer. En daarna volgen andere thema's, zoals de generaal en zijn soldaten, het verlaten slagveld, waar je dan echt het desolate ziet, maar waar evengoed dan ook die lichamen liggen van de overledenen, komen allemaal in verschillende thema's aan bod. Dus het is echt een thematische invalshoek waarbij je inderdaad op die manier doorheen die oorlog een idee daarvan krijgt en daar je een weg doorbaant. Ja. Dit thema, de huilende moeders, geeft eigenlijk het menselijke aspect weer van dat verlies, van die vele doden en van het tegennatuurlijke om als ouder je kind te moeten begraven, om als ouder je kind te moeten verliezen. En dat wordt hier bijzonder treffend weergegeven door de kunstenaars. Enerzijds door echt het rouw en het verdriet van een huilende moeder, maar anderzijds evengoed een moeder die helemaal het verliest, waanzinnig wordt. Dus dat verdriet en het verlies en wat dat doet met een hele samenleving komt zeker ook aan bod in de tentoonstellingen. Ja.